De acties bij de werknemersorganisatie Luchtvaart, WOL, zijn opgeschort. Dit gebeurde nadat het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme de bond voor de rechter sleepte. De rechter heeft maandag besloten dat het personeel weer aan het werk moet en dat de bond de onderhandelingen met het ministerie moest hervatten. WOL was in actie omdat een loonsverhoging die aan de operationele diensten van de luchtvaart zou worden toegekend, maar aan één dienst is uitbetaald. De bond pleitte daarom voor een correctie van de herwaardering op basis van het gelijkheidsbeginsel. Charlene Pengel, bestuurslid van de WOL, geeft aan dat het ministerie reeds met een voorstel is gekomen. De aanzien van het voorstel dat nu gedaan is, moet ik aangeven dat het ministerie welwillend is om de hercorrectie of de herwaardering te plegen bij de operationele diensten, zoals het gelijkheidsbeginsel dat aangeeft. Als ik eerlijk moet zijn, zijn we al meegegaan met het voorstel, want de mensen zijn aan het werk. Het ministerie geeft aan dat ze in de derde week van september terugkomen om aan te geven als het voorstel goedgekeurd is. En pas als het voorstel goedgekeurd is door de nieuwe minister van Financiën, om het zo te zeggen, kunnen wij dan verder besluit nemen over wat de vervolgstappen zijn. Want natuurlijk is het ook zo dat de rechter aangeeft, als wij niet eruit komen, om het zo te zeggen, dat wij rond 1 september teruggaan naar de rechtszaal. Pina zegt ook dat de bond niet zomaar grijpt naar actiemodellen omdat ze haar verantwoordelijkheid kent. Ook tijdens het actievoeren is er geprobeerd met een minimale bezetting te zorgen voor de veiligheid voor het luchtverkeer. Pina zegt dat WOL samen met de overheid naar mogelijkheden wil kijken om ten alle tijde de veiligheid voor het luchtverkeer te blijven garanderen. We zullen zeggen dat we aldoende leren. Wij zijn verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor de veiligheid. En ook natuurlijk uit de acties van de afgelopen tijd hebben wij geleerd. Wat betekent dat in het vervolg we gezamenlijk met het ministerie willen gaan kijken wat we nog meer moeten doen om de veiligheid te garanderen. Allereerst hopen wij natuurlijk dat er geen splitsingen meer zullen voorkomen in de toekomst. Maar daarnaast, ongeacht welke situatie dan ook, want er kan, wat wij niet hopen, ook een natuurramp komen in Suriname. En hoe gaan we dan verder? Dus van dat oogpunt uit moeten we natuurlijk aan tafel gaan zitten en de gesprekken voeren wat we gaan doen om de veiligheid in het vervolg of in de toekomst te kunnen garanderen. Het personeel is weer aan het werk. Echter zijn de leden een beetje teleurgesteld omdat ze hadden gehoopt dat de correctie van de herwaardering gelijk zou plaatsvinden. Desondanks wijst Pina's erop dat de medewerkers gemotiveerd zijn om hun werk te doen en zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze dragen.